Uh, kijk jij uh, met veel plezier terug op je, op je carrière? Nou, ik kijk er zeker met veel plezier op terug. Alleen voor mooi is het eigenlijk wel uh, te kort geweest, zeg maar. Uh, we hebben helaas uh, blessures opgelopen. En eigenlijk uh, toen besloten om, uh, om te stoppen, definitief. Dus uh, voor mooi te kort, maar de dingen die ik heb gedaan en uh, mee mogen maken, ja, daar ben ik wel uh, trots op. Niet bewegen, wel bewegen, afzien, huilen, lachen, hijgen. Diep, dieper en nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik haal het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In Jago Ontdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Hey, ik introduceer je natuurlijk altijd. Hè? Altijd de mensen even introduceren. Ik heb Wesley de Ruiter op bezoek. Buurman, hè? Ja, Buurman. Ja. Uh, we gaan niet zeggen waar je woont, want dan staan de handtekeningenjagers natuurlijk uh, op de stoep. Ik heb nog Moeten een paar we, kaarten ja. liggen, maar... <laughs> dan gaan we ouwe. Uh, ja, ja, ja. Hey, uh, begonnen natuurlijk bij Noordwijk. Uh, in de jeugd natuurlijk, gevoetbal, toen weggeplukt. Uh, en naar Utrecht uh, verhuisd. Van en vanaf uh, Utrecht ben je bij Excelsior geweest. Uh, ik ga Chris Kast hoor. Uh, de volgorde zal uh, is niet, niet helemaal kloppen. SCM heb je natuurlijk gezeten. Waalwijk, RKC Waalwijk. En uh, Excelsior heb je natuurlijk. En toen ben je gaan afbouwen bij uh, Sportlust. Heb ik gezien. En uh, Rijnvogels. Goed muiswerk gedaan, hè, Wes? Zeker. Je mist het he? een paar maar. Ja, die nee, ja, nee, nee, nee. kan jij straks invullen. Zeker. Nee, <laughs> die nee, kan nee. jij straks. Nee, Hé, hey, uh, welkom nogmaals. Leuk dat Dankjewel. je hier. Uh, en uh, jouw verhaal. Uh, je zei het al, ah. hè, achter de schermen. Eigenlijk is het veel te kort. Zeker. Uh, we gaan even helemaal terug in de tijd. Noordwijk. Daar ben je uh, begonnen eigenlijk. Ja. Als uh, klein jochie. En toen uh, ben je gelijk tussen die palen gaan staan of niet? Ik ben eigenlijk altijd tussen de palen beland. Dus ja. uh, dat was maar één plek voor mij, omdat ik te laat was om te rennen. Ja. En dat was op het doel staan. <laughs> ik had er ook een, een hekel aan. Dus ja. uh, nou, eigenlijk altijd op het doel gestaan. En bij uh, Noordwijk ben ik uiteindelijk uh, ja, best, wel, uh, best wel gegroeid ja Ik had niet het talent. Dus <laughs> letterlijk. Ja, letterlijk. Ik had, ik had niet het talent, talent, zeg maar. Ik moest er hard voor werken. Alleen uh, uiteindelijk is dat uh, via Noordwijk uh, gelukt. En ja. uh, goed, we zijn uh, lekker doorgepakt en uh, ja. uh, mooie dingen mogen meemaken. Want uh, je werd op een gegeven moment weg. Uh, je wordt gescout dan uh, ja. door SC Utrecht. Die ja. staan dan langs de lijn. Ja. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan bellen ze definitief, neem ik aan: van joh, Wesley, we willen jou graag. Uh, uh, naar Utrecht halen. Ja, ik en een, wat, ik had wat had gaat daar er... dan doorheen? Als ze bellen? Nou goed, ik, ik, toen ik zeg maar eigenlijk bij Noordwijk zat, uh, uh, maakte ik op een gegeven moment uh, ja, al een goed jaar door. Uh, ja. Interesse werd getoond via de club en uh, op dat moment was dat eigenlijk Herenveen. Ja, en, uh, nou, goed. een stukje weg. <laughs> ja, die zouden mij uh, eigenlijk uh, ja, uh, gaan scouten, hè, zoals ze dat noemen. En, uh, alleen dat, dat uh, bleef een beetje stil. En eigenlijk zag de club ook wel dat ik ambities had. En via-via uh, eigenlijk uh, wat mensen ingeschakeld. En uh, uiteindelijk uh, kwam Utrecht daaruit. Ja. En uh, nou, die zeiden van, kom maar eens op stage. En uh, kunnen we kijken uh, hoe je ervoor staat. Ik was natuurlijk wel 16, 17 jaar. Mm -hmm. Dus om dan die stap nog te maken, uh, ja, is ook wel, uh, ook wel een grote stap gelijk. Ja. Je hebt behoorlijke achterstanden. Als je vanuit de jeugd al vroeg uh, bij een BVO zit... dan. Uh, ja, dan groei je daarin mee en ik uh, had er wel een achterstand. Alleen uh, ik kon me wel uh, gaan bewijzen en laten zien. En uh, uiteindelijk een stageperiode gehad bij Utrecht. En, uh, Hoe lang duurde die? Ja, ik weet ik dat niet. Ik heb een aantal trainingen mee moeten, moeten doen. Uh, ja. Waarin de keeperstrainer mij uh, uh, onder de loep heeft genomen. Uh, ja. Behoorlijk uh, afgepeigerd heeft. En gekeken wat de kwaliteiten zijn. En of daar wat uh, rek in zit. En uh, ja. uiteindelijk is het gelukt. Ja, en dan... Uh, ja, dan uh... Kom je erbij? Ik denk, neem neem aan dat je eerst uh, ja, een klein stukje nog van de jeugd meemaakt. Uh, ja. mee een jaartje je in de A ja. een gezeten. Ja, moment. Ja, ja, ja. Ja. En uh, toen? toen Jong Utrecht. Ja. En uh, vanuit Jong Utrecht heb ik uiteindelijk uh, wat uh, kansjes gekregen en uh, geprobeerd uh, te pakken. Ja, dat is redelijk gelukt. Ja. En uh, goed, die uh, een lastige tijd geweest. Uh, ik wilde eigenlijk daar echt wel slagen, ook als eerste keeper. Ik heb er natuurlijk wel wat Eredivisie-wedstrijden op mijn naam staan, maar onder wat uh, onder bij Utrecht. Alleen uh, het echte succes waar ik zelf op had gehoopt, ja. uh, is het niet geworden, zeg maar. Want wie had jij voor je? Ja, ik had op dat moment eigenlijk uh, Michel Vorm en uh, Frank Grandel uh, voor mij zitten. Ja. Nou ja. goed, Michel Vorm, uh, nou goed uh, dat is een van de keepers uh, waar ik echt wel tegen op keek. Uh, fantastisch reactievermogen, goed op de lijn. Ja. Eigenlijk een complete plaatje wat ik op dat moment nog niet volledig had. Alleen achter hem kon ik wel goed groeien. Uh, nou goed, daar zijn even intern wat uh, keuzes gemaakt. Uh, ik heb wat blessureleten op een gegeven moment op een uh, ja, belangrijk moment gekregen. Ja, ja en dan, uh, dan loop je eigenlijk een beetje achter de feiten aan. Ja, kwam dat ook een beetje door, uh, de, door de lengte? En, uh... Nou, door de lengte ben je misschien wel wat trager zeg maar naar ja. de grond toe. Hè? Ja. Uh, maar goed, daar, daar uh, waren we hard aan het werk en, en eigenlijk in de wedstrijd ook regelmatig getoond een betrouwbare sluitpost zijn, alleen je wilt die lijn constant blijven doorzetten en daar heb je gewoon je speelminuten voor nodig. En ja. uh, als je uiteindelijk niet aan voldoende speelminuten komt, ja, dan wil je elders gaan kijken. Ja. Uh, en op dat moment lag dan uh, eigenlijk een vuur op de loer. Waarin ik eigenlijk kreeg te horen dat ik uh, een tweede keeper achter missie vorm zou worden voor het nieuwe seizoen. Ja. En uiteindelijk uh, het nieuwe seizoen start en intern wordt iets anders besloten. Waarop ik eigenlijk aangaf van, joh, dan wil ik weg, want dan wil ik uh, in mijn laatste jaar nog verhuurd worden. Ja. Om, uh, om aan minuten te komen om die lijn door te zetten, eigenlijk waar ik mee bezig was, hè, waar ik mee geëindigd was. Ja. Uh, nou goed, daar werd interne keuze gemaakt dat ze drie keepers in de basis, of basiskeepers wilden hebben. Waarvan ze, van zij zeiden van, mocht het wel gebeuren, dan hebben we drie goede keepers achter de hand. Ja goed, uh, dan wordt de vierde keeper vuurd en dan uh, loop je een beetje met frustratie rond. En uh, uiteindelijk loop ik een uh, kruisbandblessure uh, nog eens een keer op. Hoe was die periode voor jou? Zwaar. Ja. Dat kan me, me wel voorstellen. Ja, dat was teleurstellend eigenlijk. Het was in mijn tweede contractjaar op dat moment van mijn nieuwe contract die ik toegetekend had. Dus ik wist als ik terugkwam dat ik nog een jaartje had om, om uh, me te bewijzen. Ja, ja vervolgens gebeuren er natuurlijk ook binnen de club wat dingen. Er veranderen wat uh, qua staf. Uh, niet helemaal in mijn voordeel. Nou goed, dan heb je een achterstand en dan, uh, ja, dan duurt zo'n blessure ook nog eens een keer langer door de, door, de, door de complicatie die ik had en met mijn knie. Oh, tegenslagen, Je We zitten niet mee dan. Ook. Dat zit niet mee. Dus je gaat uit van uh, plus-minus negen maanden, slash een jaar. Daar werken wij ja. bijna anderhalf jaar. Ja. Oeh. En uh, goed als keeper zijn, dan moet je natuurlijk heel veel draaien, roteren in die knie. En die ja. knie die uh, bleef maar opspelen en werd, bleef maar dik worden en er kwam maar vocht in en uh, dat had weer te maken met een beetje de draaien en de schuring van de kraakbeen. Nou ja, op een gegeven moment werd er helemaal gek van. Ja. Uiteindelijk ben je dan terug en dan hoop je dat je nog wat kansjes krijgt. Alleen, uh, ja, dan zit je eigenlijk al op een, misschien op een derde, op een vierde plan. Ja. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Ja, dan moet je wel heel erg uh, ja. hard terugknokken. Ja. En uh, ja, misschien had je dat wel kunnen doen. Misschien ook niet. Maar ja, dan ga je op een gegeven moment nadenken in je hoofd. En dan denk je, ja, ik wil toch wel uh, als eerste keeper uh, Zeker. Ja. Uh, gaan werken. Ja, dat is goed. En dan komt, er, uh, komt uh, Den Bos voorbij. En uh, op dat moment heb ik daar uh, heel veel aan te danken, omdat ik daar echt gewoon een goed half jaar uh, heb gedraaid. Ik ben ja. voor een half jaar, dan een uh, aan Den Bos. En uh, daarmee gingen we uiteindelijk ook de play-offs in. Ja. En, uh, ik lag heel goed uh, bij het team, maar ook bij de supporters. Omdat je daar wel mijn kwaliteit kon laten zien. En dat kwam eigenlijk allemaal, uh, kwam eigenlijk allemaal uit zoals ik eigenlijk had gehoopt. Ja. Waardoor je misschien of ergens anders een contract kon verdienen. Of nog iets bij Utrecht zou kunnen betekenen. Ja. En uh, nou, uiteindelijk uh, sneuvelen we helaas dan in die play-offs. Maar zijn we ver gekomen, heb ik een goed half jaar gedraaid. En uh, komt Excelsior voorbij. Ja. En toen ben je naar Excelsior natuurlijk gegaan. Ja. En uh, daar heb je ook uh, wat wedstrijdjes mogen kiepen. Ja, daar heb ik een fantastisch jaar achter. De ja. uh, ik had een contract voor twee jaar. En mijn eerste jaar speelde ik echt alles. Ik ja. moet zeggen dat ik daar een hele goede klik had met mijn uh, keepers -trainer. Maar ook met de tweede keeper en misschien wel de derde keeper. Ja. We waren echt een, een groep, zeg maar. En, uh, waar we altijd uh, met elkaar aan strijden waren voor een plek, maar wel uh, op, op de juiste manier, denk ik. En uh, dat viel voor mij goed uit, want hij hielp me altijd scherp. En uh, ja, gewoon een heel goed jaar achter de rug. We wisten dat we voor uh, degradatie zouden strijden. Ja. Altijd lastig. Uh, je weet dat je druk krijgt, maar je kan je dan als keeper zijn ja, ja. Ja, en onderscheiden. Uh, ja, toen gingen ook uh, links en rechts wat balletjes rollen bij andere clubs, et cetera. Ja goed, dat loopt dan uiteindelijk hè, aan het eind van het seizoen helemaal verkeerd af. En hoe kwam dat? Hernia. <laughs> weet je? Ja. Dus je hebt eerst, ja eigenlijk echt blessureleed. Nu hoort ja. uh, zeg maar de tweede dan. Je hebt ja. je knie gehad. En uh, nu uh, Hernia. Ja. Hoe, lang, hoe lang lag je eruit? Ik uh, ben uh, bijna half jaar tot acht maanden uh, echt uh, eruit geweest. Geopereerd? En, nee, niet geopereerd. Nee. En dat was ook in mijn laatste jaar. Dus, uh, ja, dan is het voor een club natuurlijk wat makkelijker om te zeggen van jongen, uh, ja. Dank voor je bewezen dienst. Ook daarin is het niet uh, helemaal gegaan zoals ik had gehoopt dat het zou gaan. Hè? Want nee. uh, na het eerste jaar uh, lag er een x-bedrag... Uh, Waarvan er werd gezegd van, joh, mocht er een club komen, kan je weg. Ja. Uh, tegen dit bedrag, we hebben nog een jaar contract. Alleen ja, goed, ik ben van mening en dat is uh, nooit uh, naar elkaar toe uitgesproken. Uh, dat er uh, vanuit hun kant heel weinig voor mij gedaan is. Uh, ja. Ik bedoel, ik zat met een hernia ja. en ik heb alles uh, alleen moeten doen. Ja, en dan heb is je een contract niet, voor nee. twee jaar, maar er is niemand die mij geholpen heeft. Behalve nee, mijn bedoven. visio uh, waar ik uh, nog steeds uh, contact mee heb. Ja. ja, dat is pijnlijk man. Ja, dat is vervelend. Alleen ik heb er geen, uh, geen uh, nare gevoelens over naar de club toe. Want ik heb daar gewoon een fantastisch jaar gehad. Zij hebben mij de kans geboden. En die heb ik denk ik met twee handen aangegeven. Alleen uh, je hoopt wel dat er iets meer van uh, terugkomt. En dat heeft ook weer te maken met de, misschien uh, de, de trainer die er dan op dat moment uh, ja. uh, komt te zitten. En uh, ja. dat werkt dan niet in je voordeel. En uh, dan ben je eigenlijk te, uh, tegen jezelf aan het strijden. En, uh, vermoeiend. Ja, dat is heel vermoeiend, lijkt ja. me dat. Want je hebt natuurlijk nu dan uh, ja, twee, twee blessures. Best wel, best wel een stuk van je carrière uh, wat je mist eigenlijk. Zeker. In het begin ging het eigenlijk allemaal goed en uh, weinig tot geen blessures. Nee. En eigenlijk op de momenten dat ik voor me gevoel dat ik aan pieken was en dat ik in een hele goede fase zat, ja, slaat eigenlijk twee keer het noodlot toe. Ja. En uh, dat is wel frustrerend. Uh, aan de andere kant, ik heb wel altijd geprobeerd om door te blijven gaan. Ja. Een vechten. Ja, om vechten, uh, ja. Um, uh, ja, wat je waar bent. Ja. Eigenlijk. Alleen na nou, mijn laatste blessure is dat vechten een beetje voorbij gegaan. Hè? Want, uh, ja, maar dan ga je denk ik ook het plezier een beetje. Ja, nou, niet zozeer dan misschien het plezier. Alleen. ook uh, een keer terugkomen. Ja, en je en moet nog... terugkomen. Je moet je weer bewijzen. Ja. Uh, hernia op je CV is gewoon ja. niet goed. Nee. Andere clubs neem je niet aan, want ze weten niet of dat überhaupt terug gaat komen. Nee. Hoe de reactie daarop is. Wat heel begrijpelijk is voor misschien voor andere clubs. Dus ja. je moet je weer opnieuw bewijzen. Nou goed, uiteindelijk gaat het ook om je, om je eigen centen, je hebt zelf een leven, ja. uh, alles telt mee. Ja. Nou dat is aardig uh, eraan trek hoor. Ja, want uh, in dat, blijven uh, we blijven even hangen bij uh, Excelsior, want daar heb je best dan wat meegemaakt. Ja. Welke clubs stonden, stonden er voor je in de rij? Ja, er dus, uh, waren gewoon wat clubs uit de eredivisie die interesse hadden getoond ja. en, uh, en buitenland. Ja, ook buitenland? Weet uh, je ja, nog de club? Ja, Engeland. En we Engeland. hadden contact uh, met uh, Southampton, uh, dat er liep. En, uh, maar goed, we zouden aan het einde van het seizoen gaan uh, kijken... welke kant uh, ja. we konden uh, opgaan. Ja. Dus yeah, uh, lastig. Mm -hmm. Heel snel bij neergelegd in de hoop dat ik uh, snel kon uh, revalideren. Ja, ja. Nou, dan heb je gerevalideerd en dan... Uh, ja, dat gaat natuurlijk niet zo. natuurlijk. Ja. Uh, dat, dat duurt best wel een poos. En dan, uh, ja, dat ben je er weer een beetje. Hè? En dan uh, hoop je weer een beetje plezier en het vertrouwen in je, in je lichaam natuurlijk. Want ja. ik denk dat je daar ook al echt wel een paar uh, tikjes hebt gehad. Ja, kijk, dat blijf je altijd voelen. Ik bedoel, als ja. ik nu uh, bijvoorbeeld met mijn kinderen op een uh, trampoline sta, ja, ja. dan uh, dat is dat niet goed voor mijn ja. rug. Dat voel ja. ik ten alle tijden. Ja. Uh, dus dat is uh, gewoon onderhouden. Uh, maar het kost veel energie. Ja, dat kan En wel uh, zeker in die periode ook terugkomen, uh, ja, vertrouw je je lichaam niet. Uh, met vallen en, uh, en opstaan, ja. denk je wel eens van Oe, zit het wel goed? Ja. Uh, dus die twijfel blijft er wel altijd. Ja, want toen ben je uh, van de Excelsior naar uh, RKC gegaan. Ben ik eerst een halfjaartje naar RKC gegaan. Ja. ja, op ja. amateurbasis heb je ja. daar, uh, dat moet je natuurlijk weer bewijzen. Hè? Ja. Uh, moet je weer, uh, heb je daar wat wedstrijdjes ook gekiept? oeh, volgens één of twee, niet heel veel. Ja, niet heel veel. Meer. Want de keeper die er toen stond, uh, nou goed, daar was alle vertrouwen. Alleen bij RKC liep het ook niet zo goed. Nee. Uh, Meerdere malen ook aangeven van geef me dan nu die kans. Want eh, ook ja. deze keeper laat het niet zien. Nee. Uh, ik ben gekomen uh, als tweede, ik wist wat mijn positie was. Ja. Alleen als ze als wat willen, ik wil wat en jullie willen wat, uh, moet ik me wel kunnen laten zien. Ja. En dat is niet alleen maar op het trainingsveld en, uh, en in de maar ook uh, op het veld. Ja. Maar goed, daar heb ik wel gewoon, uh, heb ik gewoon een leuke tijd gehad hoor. En uh, goed, uh, goede gesprek gehad. En daarin werd eigenlijk heel duidelijk gezegd van joh, als we jou een contract willen bieden, dan uh, kost dat een X-bedrag. Uh, dit is wat we minimaal kunnen. Ja. Uh, dan ga ik je niet aandoen. Nou, ja. En toen hebben we eigenlijk gezegd van nou dat is ook niet, uh, niet het idee uh, wat ik voor ogen heb. Nou, ja. Ik wil me nu te maken en uh, na een half jaar wel we afscheid van elkaar gaan. Hebben. Ja, en toen naar FCM'en. Ja. Was er contact natuurlijk? Ja, via uh, met uh, Joop Gal. Ja. En uh, fantastische vent. Ja. Goud eerlijk. Uh, Alleen ook daar is het uiteindelijk uh, heel anders gelopen dan dat het verhaal is verteld aan mij. Ja. Dus dat waren geen makkelijke momenten, ja, zeg maar, maar, constant die strijd moeten leveren ja. om, uh, om je te kunnen bewijzen. En uh, de bewijsdrang was er. Alleen uh, ja, de intenties uh, waren denk ik anders. Bij jou is eigenlijk een kwartje, een kwar een kwartje elke keer aan de andere kant opgerold. Waar ja. je sommige verhalen hoort van hé, hey, ik had net het geluk dat ja. die trainer die zei en die ja. zelf had, ja. jij hebt elke keer eigenlijk moeten knokken. Ja. Om, uh, om je te laten zien. Ja, klopt. Kijk, het, uh, 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 ze zijn wel ook eens de goede kant opgevallen. Hè? Eh, <tie> ja, 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 bij zeker. Utrecht uh, met Van ja. ja, Die gaf mij de kans om, uh, om uh, mijn moment te pakken. Uh, ja. Ja. Dankbaar daarvoor, want ik bedoel, anders had het misschien uh, of later gebeurd, of misschien wel niet. Ja. Ja. Hè, en, bij Excel, ja. hè, en bij Excelsior heb ik ook een, een hele mooie kans gekregen ja. die uh, goed is gevallen. Alleen net wat je zegt, ja, die kartje is ook heel erg heel, heel vaak de verkeerde kant opgevallen. Is het niet door blessures, is het door een. Uh... Ja, door een verhaal of een, de intentie waarmee je ergens naartoe gaat, ja. compleet anders blijkt te zijn. Heb je een vrok naar het voetbalwereldje? Ik heb geen vrok naar de voetbalwereld. Ik weet, ik weet donders goed hoe de voetbalwereld in elkaar zit. Is hard, hè? Zeker. Alleen, zolang die jouw kant opvalt, is die hartstikke mooi. Ja. En als keeper zijn, dan wordt het dan nog eens een keer helemaal moeilijk. Ja. Je bent of het lulletje, want ja. dan sta je er niet goed op, maak je fouten. Ja. Dan zie je in de huidige keeperswereld ook. En als hij de goede kant op valt, dan zit alles mee. Ja. Uh, en uh, goed, joh, uh, ik zeg altijd zo, het is wat het is. Ja. Het is mooi geweest. Ja. Ik had het graag nog veel langer willen doen. Alleen dat kwartje is niet uh, de goede kant opgevallen nee, uh, nee, waar we het over nee. hebben. Hey, en uh, even terugkomend op zeg maar, wat is je, mooie, wat is je mooiste periode geweest als, uh, als voetbalzijnen? Ik heb wel wat, uh, wat wel mooie momenten erop staan hoor. Uh, kan maar één wedstrijd nog heel goed uh, rekenen. Ik denk je debuut ook altijd. Debuut zeker, uh, ja. ja. Kijk, ik uh, maakte zeg maar, in de voorbereiding mijn debuut. Ja. Dat was tegen Espanol. En dat, was, dat was de jaarlijkse wedstrijd. Ja. Nou, dat gevoel wat je dan krijgt, wat ontstaat in de speel, je zult echt nog wel een hele goede wedstrijd ook. Vol stadion. Redelijk vol stadion, oh, ja. Ja, ja, ja. 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 Want uh, de mensen zijn dan nog op vakantie. en Die oh, komen ja. net terug. Dus uh, dat was echt een hartstikke mooi moment. Het moment dat je in een bekerwedstrijd invalt in, in de Kuip. staan we met ja. de achter. Kandel valt uit. En dan mag je er gaan staan, ja. na volle kuip. Het ja. publiek komt aardig op je af ja kan, je vertellen. ja, kan ik je aardig vertellen. Dus, kuipvrees. Had je dat? Ik had geen kuipvrees. Nee, nee zeker niet. Ik, uh... Vond je het wel lekker eigenlijk? Ja, ik vond het wel heel mooi hoor. Moet ja. je bekennen dat dat een van de stadions is waar ik in heb gespeeld. Ja. ik dacht van zo. Ja. Gaaf. Ja. Dat komt gewoon op je af. Ja, ik was fijner uh, dan als supporter. Ja. Ik weet niet uh, of dat mag zeggen. Ook, uh, er zit ook wat Ajax tussen, er zitten PSV's tussen. Maar samen zijn we toch allemaal één, toch? He? Nou, dat zeker. Hou uh, je toch hey. van het voetbalspel? Zeker, kijk yeah. daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En, uh, heel eerlijk, als ik ook gewoon nu kijk naar uh, hoe het Feyenoord... Uh, nu zeg maar de afgelopen jaren uh, is veranderd. Ja. Ja. Uh, en uh, vind ik het ook weer leuk om uh, toch stiekem... Uh, met een uh, knipoogje uh, ja. naar Feyenoord te kijken. Het, uh, ja. uh, het voetbal is er wel beter op geworden. Uh, dat neemt niet weg dat ik, dat ik zeg maar een aantal stadions... natuurlijk ook op mijn lijstje heb waarvan ik denk van... Hey, God, wat is dat mooi geweest. Ja, ja. Uh, Zonder dat dat dan ergens ook wel weer voorbij is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want hoe oud ben je nu Wes? Goed nadenken. Ik mag Wes zeggen. Ja, jij mag ja. zeker Wes zeggen. Uh, ik denk 36. 36. Ja. Oh, je moet even in uh, je ja, paspoort kijken. Af en toe, af en toe weet ik het niet meer. Soms nee. vroeg ik me nog 32, uh, nee, ja, wel. Ja, dat heb uh, ik ook. 18. 18 nog steeds. O, ja, ja, goed. Ik ja. komt dat je iedere dag toch weer uh, op straat staat hè. Ja, ja, ik sta ja. natuurlijk op staan. Um, uh, we gaan ook natuurlijk uh, naar, naar ja, je dieptepunten even kijken. Hè, uh, tijdens je, de, de kwartjes, hè, de, ja. uh, verkeerd uh, de blessures. Uh, maar als je, als je een moment kan uit, uh, uitzoeken, zeg maar, tijdens die uh, periode. Uh, waar kies je dan voor, zeg maar, als, als een beetje een zwarte bladzijde? Ja, daar, door, het, daar zijn gewoon twee, twee, ja, eigenlijk twee dingen voor. Dat is één bij Utrecht natuurlijk, dat ik mijn kruisband ja. Het is een fase waar ik eigenlijk in een hele goede fase zit, waar de, waarvan ik denk. Kan je dat uh, nog voor de geest maar, uh, halen, hoe dat gebeurde? Jazeker. Ja, ja. We waren gewoon, we zaten in een uh, trainingspartij. Ik was altijd fanatiek in een 3 tegen 3 en een 4 tegen 4. Ja. Dat waren eigenlijk mijn dingetjes. En, uh, omdat ik heel erg sterk ben in de coaching. Ja. Maar die korte partijen kon ik heel veel uh, mijn verdedigers mijn mensen neerzetten, zodat ik altijd de kans had om een bal te pakken. Ja. En vaak zou ik dan bij de winnende partij. Ja. Uh, daar kon ik pieken en uh, joh, ik krijg een schot, die pak ik. Tweede keer krijg ik nog een schot en die verwerk ik iets verder naar de zijkant. En eigenlijk wil ik die bal binnen houden. En ik uh, hou die bal binnen. En achteraf denk ik van, joh, waarom? Het heeft helemaal geen zin. Maar eh, ja. een momentopname, je houdt die bal binnen, ik plaats mijn voet terug. En terwijl mijn lichaam draait, blijft mijn voet vaststaan op de, ja, op de zijlijn. En ik hoor hem knakken. Ja. En toen wist ik eigenlijk, het is klaar. Ja, ja. en dan, uh, oh, dat... Ja, dat met de hernia erbij. Dat is natuurlijk echt ja moeilijke tijd man. Ja, ja als je daar op ja. terugkijkt. Ja, nou, ik... zeker. Ik bedoel, je gaat ook daarna een revalidatieproces in hè? en dan zit je bijna uh, negen maanden tot een jaar bij de KVB, want daar revalideerde ik. Ja. Iedere dag heen, ja. iedere dag jezelf moeten motiveren om weer beter te worden. Weer die auto in. Weer, weer dat stuk. Ja. Weer, weer, weer denken van, oh, ik ga heel kleine, ga weer een klein stapje maken of ik val weer drie ja. drie stappen achteruit. Ja. Ja, dat is wel echt zwaar. En dan ja. moet je dat ook nog in zij Ja, in 6, jaren, Ja, ja, ja. ja. moet je dat ook nog doen. Goede begeleiding gehad door daar. Fantastisch. Ja. Fantastische mensen. Ja, dat, Super. Je, dat is alleen maar... Dat doet uh, wel goed. Ja. Ik toen ook nog met uh, Lasse Schöne en uh, Ron Vlaar. Ja. Die waren ook daar uh, redelijk really vaak aanwezig. <laughs> dus uh, ja, <laughs> nee, dat was wel, gewoon wel een prettige tijd om daar te zijn... Uh, met de voetballers onderling. Maar goed, is... Dus, uh, Kom je nog wel eens bij de clubs? Uh, te weinig. Ja. Heel eerlijk, te weinig. Uh, het komt ook een beetje dat je privé weinig tijd ervoor hebt. Ja. Ik neem er weinig tijd voor. Uh, natuurlijk ook een druk gezinsleven met alle kinderen. Ja. Voetbalwedstrijden en ja. dingetjes kijken. Uh, maar goed, ik, de intentie is wel om die dingen gewoon op te pakken. Zodra de kinderen ook weer uh, wat ouder zijn, zijn, wat groot zijn. Dan kan, ja. kunnen ze ook mee. Uh, ik krijg regelmatig nog uitnodiging voor Excelsior. Ja. Maar goed, ga, die moet ik ook eens een keertje even bepakken. Ja. Ik heb een goede vriend, die zit bij uh, bij in de Bosch. Ja. Uh, dus uh, joh, dat, dat komt wel weer. Ja. Maar goed, ik heb, uh, ik heb ook uh, uiteindelijk geen moeite gehad om uh, afscheid te nemen van eigenlijk. Ik ben eigenlijk gewoon verder gegaan. Ja, want je bent natuurlijk op een gegeven moment uh, uh, de amateurtak in. in uh, hoe, <laughs> hoe, is die, hoe is dat verschil? Ja, dat want dan was... kom je natuurlijk in een heel ander... Ja, natuurlijk Het was een hele rare situatie. Um, Sportlust. Ja, hoe kom je bij Sportlust, weet je wel? Ja, ik, uh, sorry, ik zou nog ineens weten waar het ligt. Nou ja, ik ook niet, alleen... Uh, <laughs> dat dat, in, niet. dat <laughs> ligt niet. Dat ligt in Woerden. <laughs> in woorden. Ja, alleen uh, ik hoorde vrij laat vanuit Emma eigenlijk... dat, het, uh, dat ik uh, geen contract zou krijgen. Oh ja. uh, dat had een beetje te maken met de keeper die op dat moment zat... en die onder contract lag, terwijl de intentie was ja. dat ik zou gaan spelen... en ik zou gaan spelen omdat de keeper niet goed presteerde. Je op geval was heel duidelijk naar mij van luister. Ik geef je een paar wedstrijden en dan uh, kom je ja. erin. En voor zover ik weet, en wat de waarheid is, dan laten we dat in het midden laten. Ja. Maar, uh, want je moet uitkijken dat je mensen die persoonlijk krijgt. Nee. Uh, maar ik kreeg te horen uiteindelijk dat, uh, dat ik niet zou gaan spelen, omdat uh, de beste man die op het doel stond nog onder contracten lag. En uh, in de hoop dat ze hem nog konden verkopen. Ja, ja. Ja, ja, dan, dan zit je. Dan zit je in Emmen. En ja. dan zit je in een huisje op Center Parks. Ja. Uh, wat verder allemaal prima geregeld was hoor. Ik bedoel, uh, fantastische club, fantastische mensen. Alleen als je dan uh, op die manier weer ergens aan de slag gaat, zit je voor een half jaar weer vast. Ja, ja, ja. En dan hoop je op een kansje. Maar goed, dat, uh, dat werd hem niet. Werd hem ook niet. En dan. Uh, sportlust. Kom bij sportlust Ja, ik hoorde het heel laat en eigenlijk zaten alle clubs zeg maar hier in de regio al vol. Ik had wel genoeg ja. contacten, heel veel contacten ja. gelegd door. Intenties van andere clubs waren er ook alleen ja, goed, er waren al andere keepers zonder contract al in een veel eerder stadium. Ik ja. was daar gewoon veel te laat. Ja, ja. ja dan kom ik bij sportus omdat je toch nog een beetje wilde spelen. Ja. Nou, dat is het ook allemaal niet zo, weet je. Kijk uh, heel eerlijk, ik heb zeg maar eigenlijk na mijn hernia niet meer, uh, ben ik niet meer geweest wie, wie ik was. Nee. Dat heeft te maken met de klus waar je in zit. Met de begeleiding. Ja. Maar ook je eigen inbreng. Ja. En, uh, Wat was de motivatie bij jou? Uh, ja, die was aardig weg, weg hoor. Ja. ja, die was aardig ja. weg. Uh, als je zoveel kansen, of, hoopt zoveel kansen te krijgen en je krijgt ze wel nog, maar niet volledig. Ja. Dan zak de moet ook wel een keer in je schoenen en denk oh je, ja, waar doe ik het eigenlijk dan nog voor? Weet je wel. Ja. Iedere dag naar het veld. Iedere dag trainen, maar toch niet die, die, die kans krijgen. Terwijl er genoeg mogelijkheden ja. zijn In mijn ogen hè, genoeg mogelijkheden ja. zijn geweest. Uiteindelijk is het altijd de, de, de staf die de keuze maakt, maar ook eh, van bovenaf. Dus dat wereldje. Is en van... dan heeft het vechten op een gegeven moment ook daar ook klaar mee, toch? Ja, ook dat. Er kwamen natuurlijk veel dingen op mijn pad op een gegeven moment. Hè. Ik bedoel, mijn vader is overleden in 2014. Ja, nou, uh, ik lag. Pittige in de, tijden. Ja, ook lag ook, in de scheiding. En, uh, joh, uh, het maakte het allemaal niet makkelijker. Alleen. Nou, als je je, je, je je ambitie altijd bij het voetbal heeft gelegen en je daar eigenlijk alles probeert uit te halen en het lukt niet, is het uh, om de reden vanuit jezelf, maar ook vanuit de clubs. Ja, ja dan wordt het dus lastig. Ja. Dan voel je net zo eentje die uh, uh, alles moet indekken, maar eigenlijk niet, uh, nee. Nee. niet nodig is. Nee. nee, dat is het, dat is sure, man. Ja, dat is zuur. Sure. Hé, hey, uh, 24 minuten bezig, uh, Wes. Je hebt geen slok hier nodig. Hey, nee, zou ik het eens even? Zal... Ja, lekker man, dankjewel, man. man. Kijk, het is ook service, hè? Ik blijf met jou ah, lullen. Ja, ja. ja, tuurlijk. Een beetje, uh, wie weet, ooit een sidekick, hè? Ja, ja. <laughs> Bij Wesley en uh, Jacob op de bank. Ja, je weet het maar nooit, hè? Ja, ja? Ja. En uh, ja, toen uh, heb je ook nog, uh, dat heb ik ook gezien, uh, toen ben je toch dat seizoen daarop nog uh, naar Rijnvogels gegaan? Uh, of was daar sprake van? Even kijken. Was uh, Sportlust, zaten we. Ja, en toen was ik volgens mij naar Rijnsburgs Boys, was dat maar oh, een. kan dat ook? Rijnsburgs Boys heb ik ook uh, okay. een jaartje gedaan ja, Goed, ja. 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 Was, ja dat wel, was dat nog leuk leuke club ja uh, hele moeilijke en slechte band met de trainer <laughs> ik denk dat de namelijk niet wordt gezegd weet je weet je wat is het ik, ik, moeizaam ik, is het dat, is he? makkelijk om naar een ander te wijzen want ik was op een gegeven moment ook niet meer makkelijk nee ik had ook niet meer de intentie <laughs> om uh, iedere training vol gas te geven <laughs> ik had zoiets van laat maar maar gewoon lekker ja, spelen ja. en dan zien we het wel weet je wel. Ja, ik weet ook dat het zo niet werkt nee alleen uh, het helpt altijd wel als je een goede klik met elkaar hebt. Uh, dan maken sommige dingen wel makkelijk. Ja, je zelfvertrouwen gaat daar. Ja. En je gaat ook weer groeien. Ja, alleen bij mij werd er. Uh, nou goed. Er uh, is dus een verhaal opgehouden van joh, uh, de strijd aangaan met elkaar. Alleen ja. ik denk dat ik na nou de eerste training al verloren had. Ja. Want op een gegeven moment moeten we op gesprek komen en dan uh, zit je daar. En dan wordt er alleen maar gesproken met, uh, met de keeper, de huidige keeper die er op dat moment zat. Ja. En dan denk ik ja. Oké, okay, ik voel het bij eigenlijk al hangen. Ik kan wel ik kan doen wat ik wil. Ja. Ik kan trainen wat ik wil. Maar ik weet dat deze man, of vanuit de club uit of uit eigen belang, uh, kiest voor een andere keeper. Ja, uh, nou, dan, word ik, dan word ik een heel vervelend mannetje. Ik ben dat uh, eigenlijk in mijn eerste jaren nooit geweest. Nooit geweest. Uh, altijd afwachtend en uh, doen wat er gevraagd werd. Hierarchie was er ook altijd en eh, zeker bij Utrecht. Ja. Uh, heel duidelijk. Ja, hoe was het in de kleedkamer bij Utrecht? Ja, we gaan de Ja, doorgaan, Dat geeft niet ja. toch? Joh, dat was joh, lekker. We hebben gewoon een aantal ja. dingen. Nee, heel uh, super. Fantastische ervaring. Welke lichtingen zat je? Ja, ik zat toen met uh, eigenlijk met uh, wat de wat oudere garden van uh, O Schut, Schut, uh, Jean Paul de Jong, Tim Cornelissen, uh, Robin Neden, uh, ja. Rick Kruis, uh, Joost Broersen, Joost Terrel. Ja, leuk man. Uh, ja, dan... Hebben we daar nog contact mee met die jongens? Uh, nee. nee, nee. nee, 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 nee. Uh, Verwater het dus, ook snel, hè? Het, ja, dat komt ook een beetje omdat je zelf natuurlijk andere kanten opvoegt. Ja, ja. Andere clubs ook. Ja, en zij ook. En, uh, nou goed, uh, Dries Mertens bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen. Ja. Ja. Die is uh, natuurlijk uh, in de top van het topland. Ja. Ja. Uh, dus uh, ja, het is ook zelf een beetje onderhouden. Alleen je verliest elkaar ook wel eens uit het oog. En, ja. Ja. Er zijn gewoon dingen gebeurd waar ik gewoon niet, uh, niet helemaal achter heb gestaan... En, uh, en niet vanuit de jongens of. Uh, maar meer vanuit de, de club. Ja. En uh, ja, goed. Dan uh, uh, verwateren dingen al heel snel. Uh. Is, daar, uh, da is dat iets misschien waar je wel een beetje een wrok naar hebt? Zeker. Zeg ja. maar naar de clubleidingen elke keer dat ze. eigenlijk iets beloven, maar niet nakomen. Ja, kijk. Ik, het is altijd maar de vraag van wie ervan op de hoogte is. en wie uiteindelijk de ja. keuzes maakt. En, ja. en dat is heel moeilijk. Uh, zeker als speler zijnde, om dat uh, te beoordelen. Alleen. Uh, ik had wel gehoopt dat ik na zes, zeven jaar Utrecht wel een ander afscheid had gekregen. En, ja. uh, ik denk dat ik dat ergens ook wel uh, verdiend zou hebben. Uh, maar dit is gewoon... Een uh, uh, beetje uh, de achteruit ingaan. Een maar. beetje hello, goodbye. Uh, weet je al? Ja. Uh, bedankt, maar uh, ja. succes verder. Maar, ja. uh, ook dat uh, is er uh, nooit uh, vanaf nee. gegaan. Nee. Dat heeft me ergens al uh, ja, geraakt. Dus de, de, de club waar ik eigenlijk gegroeid ben, nou ja. uh, groter ben geworden, beter ben geworden, uh, ook met de met heel veel goede mensen binnen de club. Hè? Ja. Alleen je merkt toch als er dingen veranderen binnen de club, met staff, uh, noem maar op, bestuur, dat het dat ja dat het ook wel eens uh, anders kan. Ja, want ik uh, kijk ik lees ook hier en daar uh, mijn dingetjes. En uh, je hebt natuurlijk ook uh, je bent trainer, Ben je op een gegeven moment ook geweest? Mm -hmm. bij, uh, ...bij Katwijk, toch? Ja, Katwijk, ja. 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 Hoe was dat? Ja, leuk man. Ja. Twee jaar gedaan. Ja. Hartstikke leuk. Nieuwe ervaring. Ja. Maar ook een beetje ervaring die je zelf hebt meegekregen. De dingen die je zelf geleerd hebt en daar een bepaalde weg in zien te vinden. Ja. Overdragen op anderen. Mm -hmm. Ja, dat vond ik wel hartstikke leuk. Alleen er ging gewoon, voor mijn gevoel, best wel veel tijd in zitten. Um, nou goed, dan ben je, heb, je, heb je een gezin thuis. Dan ben je drie dagen in de week aan het trainen. Ja. En dan sta je op zaterdag nog eens een keer bij een wedstrijd te kijken of wat dan ook. Ja, ja dat kostte mij gewoon heel erg veel tijd. Ja. Uiteindelijk moet je gewoon overal keuzes in maken. Waar ga je je tijd in, in, in besteden? Ja, ik moet ook gewoon werken. Ja. Ik heb drie kinderen thuis. Ja. zijn er soms vier. Ja. Dus dan uh, wordt Drukken. het een drukke bedoeling. Want ja. 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 je hebt nooit, nooit, nooit gedacht van, joh, ik, misschien moet ik hier iets mee gaan doen. Ja, zeker wel. Ik heb ook wel eens uh, links en rechts wat, uh, wat dingetjes uh, Aangeboden gekregen om uh, te kijken of ik er wat mee wilde doen. Ja. En uh, van binnen is dat er echt wel geweest. Alleen uh, je moet er ook tijd voor hebben. Ja, en, uh, je ja hebt wat ook, je al zegt. Uh, ja, je hebt ook een ander leven ja. en uh, ja. dat moet ook uh, onderhouden blijven. En uh, ja, goed, als ik uh, deels had kunnen werken en dat deels met daarmee had kunnen doen, ja. dan had het uh, misschien leuk geweest. Alleen dat is zo, uh, nooit echt aan de orde geweest. Dus dan moet je daar een, uh, een keuze maken. Ja, want nu werk je in het LMC hè. Ja. En daar doe je dingen en daar uh, ben je gelukkig met je job? Ja, super. ja, ja ik, uh, ik voel me daar heel erg op mijn gemak. En uh, dat wat ik kan doen, uh, voel ik me prettig bij. En uh, mogelijkheid tot ontwikkeling. Dus uh, onderwerktijd en gewoon uh, met dingen kunnen doen, maar dan ook ja. nog eens keer kunnen ontwikkelen. Ja, tuurlijk. Dat is wel heel erg prettig, want dat heeft namelijk ook geen effect op je privéleven verder. Nee. of daarbuiten. De tijd die ik daarbuiten heb is schaars natuurlijk om, om ook uh, dingen met de gezin te doen, maar ook uh, de rest, uh, je sociale leven te kunnen onderhouden. Ja. Dus uh, het NUMC biedt daar heel erg uh, veel mogelijkheden in. In ieder geval uh, voor mij. Ik ben natuurlijk laat gaan werken, eh, als ja. we het zo mogen ja, noemen. Ja, natuurlijk. Ja, dus ik, ik, ik heb... hoe, hoe oud was je, even terugkomend op het verhaal, hoe oud was je toen je stopte? Echt definitief, uh, toen was, je dacht van nou, uh, doei. Uh, het is nu 2022, een jaar of... Uh, Zeven geleden, dus dertig. Uh, ja. 29, 30. Eigenlijk veel te vroeg nog. Ja, maar, veel he? te vroeg, zeker. Ja. Ik had nog wel een paar jaar meegekunt hè. Ja. Het uh, mocht niet zo zijn. Nee, ja, ja, ook ja. door omstandigheden die natuurlijk ja, net allemaal zeker. vertelde. Kijk, en dan nogmaals, dan is de motivatie ook op hè. En ja. uh, dat heeft, uh, uh, heeft gewoon uh, ook met mezelf te maken. En ja. uh, de rest, uh, ja, dat heeft allemaal een, een aanleiding uh, gehad. Ja, en de toekomst West? De toekomst moeten we maar nog eens gaan zien wat er allemaal ja. gaat gebeuren. Alleen ja. uh, met het werk wat ik nu doe voel ik me heel erg prettig. Ja. En uh, ik hoop daarmee eigenlijk uh, binnen de afdeling wel een bepaalde functie te krijgen. Ja. Door me breed te ontwikkelen daarin. En uh, ik zie dat eigenlijk wel rooskleurig tegemoet. En is dat niet zo, dan heb ik me voldoende kunnen scholen om weer een andere stap te maken. Dus, uh, ja, is genoeg. Ja, is genoeg. En uh, is genoeg te ik doen. heb tijd voor mijn kinderen, ik heb tijd voor mezelf. Ja. Dus dat is prima. Hey, nog uh, één dingetje. Of twee of drie. De, het is het is maar net wat in je hoofd opkomt. Sch hè? Schiet raak, zeg ik wel. Ja, hey. nou, dat heb, heb ik wel letterlijk <laughs> gedaan ook. Maar, uh. <laughs> hey, een trainer uh, die je nog uh, voor de geest kan halen. Ja. Uh, wat komt er dan als eerste bij je op? Nou, Sean Lammers. Ja. ja. Dat is mijn trainer bij Excelsior geweest. En uh, die heeft me zoveel vertrouwen gegeven. En uh, dan zie je ook wat de vertrouwen met de spelers of uh, in dit gewoon keeper kan doen. En uh, daarbij ook een hele goede keepers trainer, dat is Peter de Otter. Ja. Uh, ah, die gaf mij zoveel vertrouwen, maar ook gewoon de juiste, juiste kijk op uh, heel veel dingen. Waardoor ik eigenlijk uh, constant aan het ontwikkelen was. En iedere training was weer een, een goede training, zeg maar. Hè? Dus ja. Je hebt trainingen waar je vaak denkt van, pff, komt die trainer weer, weer dezelfde oefening, weer dit en weer dat. Ja. En deze zorgde er eigenlijk voor dat ik altijd scherp bleef en getriggerd bleef. En, uh, dus dat was al. Ga je ook uh, met een lekker gevoel ook, uh, richting de club. Ja, iedere dag weer. Met, ja. uh, en met veel plezier, hè? want ja. dat is ook wel erg belangrijk. De plezier is sowieso belangrijk in alles wat je doet. Hè? Ja, dat zeker. En uiteindelijk word je dan ook een beetje een, 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 een steunpilaar van, van, uh, van het team. Maar ook, uh, ook schoon ik, door dat door wat ik geleerd heb bij Utrecht eigenlijk uh, schoonde ik niet om wat te zeggen in de kleekamer. En uh, mijn kijk en mijn idee erachter. En dat uh, viel eigenlijk ja. best wel goed. Ja. Hé, hey, en uh, wat geef jij uh, meestal uh, de kids, uh, die, mensen weten wie je bent natuurlijk. Ja. Wat, geef jij, wat geef jij de kids, uh, of, of als ze er mee, als ze ergens mee zitten, als ze een droom achterna willen gaan. Wat geef jij die altijd mee? Nou kijk, ik, uh, van huis uit uh, heb ik altijd geleerd om je droom uh, achterna te gaan. Dat maakt niet uit uh, hoe het gaat, uh, als jij hem wil halen, dan, uh, dan moet je er gewoon alles voor doen. Ja. En dat heb ik met voetbal eigenlijk ook altijd gedaan, hè? dus uh, er alles voor doen. Moet je er soms dingen verlaten? Moet je het ervoor laten? Maar doe alles wat, wat binnen je macht ligt uh, om, uh, om te bereiken wat je wil bereiken. Ja. En ik zeg het tegen mijn kinderen ook: joh, als je niet gaat voetballen, is dat ook goed. Doe ja. waar jij je plezier uit had, wat ja. jij leuk vindt. Het komt nou, de rest vanzelf. Onze oudste zoon, zeg maar, zijn allemaal aan het voetballen. Ja. De middelste die is aan het trommelen bij KNG. Ja. Want dat vindt hij fantastisch. Die ging. Ja. Uh, Lekker doen, toch? Ja, maar die ging bijvoorbeeld uh, wel uh, voetballen. Ja. Je, nou, dan, uh, probeer het dan maar, kijk maar wat je ervan vindt. Ja, die dus ja. uh, gaat gasprietjes uh, zitten plukken ja. en uh, op de grond zitten. Ja. Dat is niet helemaal zijn ding dan, nee, weet je wel. Nee, nee, nee. En dat probeer je een paar keer, maar dan moet je ook nee. niet gaan zitten pushen. nee. nee, 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 nee. Ja, dus ik zeg wel van jongens, maakt me niet uit wat je doet. Als je het maar leuk vindt, ja. en als je daar je, je ding uithaalt, dan, uh, dan moet je dat doen. Dan moet je dat zeker doen. En dan ben ik niemand uh, om je te veroordelen of wat dan ook. Oh, ja. En uh, goed, ik heb, uh, ik heb denk ik uh, vanaf uh, jongs af aan uh, alles gedaan uh, om, om iets te bereiken. Het begon eigenlijk al met mijn school. Ja. Middelbare school. Ja, je gaat de MAVO nooit halen. MAVO had je gewoon gehaald. Ja. Zonder problemen. Uh, vervolgens Sios uh, gedaan. Nou, die ben ik gestopt natuurlijk vanwege mijn ja, voetbal. Ja, natuurlijk. Nou ja, uh, nou zie maar, kijk maar, dat uh, gaat je, ga je niet halen. Red je niet, bla. bla. Ja, goed. En dat verhaal uh, zegt genoeg. Ja. Genoeg jaren hier gewoon in een betaald voetbal gezeten. Daarom. En, uh, nu, 93 uh, wedstrijden. Ja. Nog, er staat, staan gewoon achter je naam. Dus, uh... Ja, en fantastische momenten gehad. Ja. Minder leuke momenten. Alleen ik ben. Uh... Maar die, die heb je altijd. Ik ben heel reëel ik, Zeker, ik ben heel reëel geweest. Ik ben heel snel weer overgestapt in het normale leven. Ik heb ik me ja. altijd wel uh, voorgehouden. Ja, voorgehouden van heel luister, mocht wel gebeuren. Ja. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik eigenlijk in de voetbalcarrière en uh, Ik denk dat dat voor heel veel jonge jongens uh, erg belangrijk is. Dat als je gaat voetballen bij een BVO-club, ben het dan ook de tijd die je daarnaast hebt. Ja. Is het niet aan school? Is het aan de opleiding? Ja. Er valt genoeg te doen. En die kans heb ik voor mezelf laten liggen. Ja. Gemakzucht. Ja. Dat je toch alleen maar dacht van nou, voetbal... Uh, ik ga het redden. Ik redden. Ja. Er zal altijd een moment komen waarop je gaat twijfelen. Ja. Waarop het moeilijker gaat worden. Zorg dat je altijd uh, bezig blijft. Hey. Daar zit hij hè. Wijze man. Wijze man. Ja. Hey. Ja. En nu loop ik achter de feiten aan al jaren. en uh, Niet op een hele negatieve manier, maar je moet heel veel bouwen. Nou ja, als je wat mensen kan uh, motiveren om het anders aan te pakken. Zeker, ja. dat is Misschien ook een goed voorbeeld. Van ja. joh, luister, uh, misschien heb ik uh, wat verkeerde uh, weggetjes ingeslagen. Nou ja, niet zozeer verkeerde weggetjes. Alleen je, je leert, er zijn de tijd dat, uh, dat je het ook op een andere manier had kunnen doen. Of dat er genoeg mogelijkheden zijn ja, dat bedoel om uh, ja. um, uh, dingen aan te grijpen. Ik bedoel, ja. uh, kijk naar jezelf. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, je gaat ja. ook iedere mogelijkheid uh, aan. Alles. Om, om te ontwikkelen, om te ja, verbeteren, ja, om uiteindelijk uh, ja. daar beter van te worden, maar ook de mensen te helpen. Ja. Ja, en uh, ja, goed, ik heb uh, de kans laten liggen om eigenlijk uh, naast mijn voetbal gewoon een studie te doen. Ja. Want die mogelijkheid is er zeker geweest. Ja. En uh, nu moet ik daar uh, nou ja, iets harder voor werken dan dat uh, misschien een ander hoeft te doen. Ja. Alleen uh, hou het altijd in je achterhoofd dat ja. er altijd een moment in de voetballerij kan komen dat het een keertje ophoudt. Ja. En dan. Ja. En zorg dan dat je er goed uh, bij zit. Ja. En, uh, ja. Een warm piece. Ja, een warm nee? piece. Ja, de kacheltje aan. Dan. Ja. Alleen nu uh, wat hoger qua. Ja, ja het is een, ja. Het is wat het is. Je denkt het zonnetje schijnt, maar ondertussen ja. ja, is het nog steeds koud. <laughs> hey Wes, ik, uh, ik wil je bedanken. Jij ook voor je, voor je tijd. Ik vond het een mooi verhaal natuurlijk. Uh, even iets anders verhaal dan uh, de verhalen die ik uh, hiervoor ja. heb gehoord. Ja. Uh, maar uh, dames en heren, met vechten kan je veel, uh, uh, vechtersmentaliteit kan je veel bereiken. Zeker, ook al heb je geen talent. Nee. Uh, keihard werken kan ook heel erg Alles. beloond worden. Kijk naar Dirk de Kuyt, ook Juist. altijd een uh, keiharde werker geweest. En ben je goed. gelukkig? Ik ben heel erg gelukkig. Ik heb, uh, ik heb, ik wat mijn hartje begeerd en uh, dat is dit, dit, dit is wat het is en uh, we kunnen het alleen nog maar mooier maken. Ja. En, uh, slechter ja. kan, het al, kan het ook worden, maar dat, uh, nee, dat komt helemaal goed, nee. Goed zo. Hey, uh, ik wil je nogmaals bedanken, ja, uh, Wes. Uh, ik ga de kijkers bedanken, de luisteraars. Uh, Mocht je denken van, nou, dit vind ik een uh, leuk kanaal, uh, druk even op het duimpje. Abonneer even op mijn YouTube-kanaal. En dan zou ik zeggen, uh, tot de volgende. Wes. Dank je allemaal. Nou, jij bedankt voor je tijd. Graag gedaan.